Ik heb een melkveehouderijbedrijf. We houden ons eigenlijk helemaal bezig met melkvee. En ik heb hier op dit moment een 107 koeien. We produceren op jaarbasis ongeveer 900.000 kilo melk. Met het SAP ben ik nu ongeveer 10 of 11 jaar bezig. Ja, dat bevalt me eigenlijk erg goed. Ik ben in het verleden begonnen omdat we toen toch veel stieren hadden die dus met erfelijke afwijkingen. En ik had dus achteraf ook in mijn veestapel veel stieren gebruikt die diezelfde erfelijke afwijking hadden. Dus het werd heel onoverzichtelijk van ja, hoe gaat het lopen. En dan is SAP eigenlijk een uitgelezen middel om daar je op te wijzen en welke combinaties wel en niet mogelijk zijn. En vanaf dat moment ben ik er gewoon mee doorgegaan en dat me erg goed bevalt. Ik moet het hebben van de productie, daar draait mijn bedrijf op. En dan probeer ik toch in het exterieur daar nog wat extra finesses in aan te brengen. Dus dit zijn eigenlijk de dieren die ik zelf erg graag zie. Ze is heel gemakkelijk in de omgang. Ik heb van deze koe dochters, kleindochters. De achterkleindochters heb ik inmiddels ook al in het hok zitten. Qua levensduur is mijn veestapel de laatste jaren gaat het heel erg naar tevredenheid. Stiekem aan gaat de gemiddelde leeftijd omhoog. En de levensproducties eigenlijk, die hebben een stijgende lijn en dat zie ik geweldig graag. Ze is mooi van maat en vooral van een koe. Ze heeft inmiddels toch al ruim 100.000 kilo melk geproduceerd. Heeft ze voor mij echt een werkelijk perfect uier. Het celgetal is altijd laag. Dus als het een beetje mee zit, kan ik nog best een aantal jaren deze koe met veel plezier melken. De stamboekinspecteur doet bij mij de bedrijfsinspectie. Hij weet wat ik graag wil. Dus dan overleggen we ook concreet welke stieren zijn interessant. En daarnaast is het tegenwoordig een hele interessante mogelijkheid als er indexen draai geweest is. En ik heb een stier van ik denk van is hij wel of niet interessant. Dan vraag ik gewoon een begeleider, de vertegenwoordiger, van, joh, zet hem er maar in. Laat hem maar meedraaien en dan zien we vanzelf of dat hij eruit rolt of niet. Ik ben heel erg tevreden en wat mij betreft gaan we nog in een lange reeks van jaren zo door.